ik lag al op mijn bedje en ze kwamen aan de deur om te vertellen dat we het huis uit moesten. Dus ja, ik geloofde dat niet, omdat er hier altijd oefeningen gedaan worden. De dag na de verwoestende brand in Volendam zit de schrik er nog goed in bij omwonenden die hals over kop hun huis uit moesten. Mijn honden het huis uit, echt je belangrijkste spulletjes pakken. En op een gegeven moment heb je je spullen eruit en dan geef je er niet meer om. Dan denk je van ja, de rest laat maar, is onbelangrijk. En toen stond er ineens, nou, ik denk 50 man in mijn huis. En die stonden in een rijtje alles in te pakken en door te geven. De pizzabezorger naast het verwoeste pand was open en merkte de brand direct op. Al staat hier nog. Mijn zoon die heeft iedereen gewoon heel snel eruit. Want ja, dat brand wat hier was, was een hitte, dat geloof je niet. Opmerkelijk is dat tijdens de brand schilderijen uit voormalig kunsthotel Spaander werden veiliggesteld, die in een van de bedrijven op het terrein waren ondergebracht. Ook werd er tijdens het blussen een wietkwekerij aangetroffen bij een aangrenzend pand. Deze had niets met de brand te maken. Voor Ellen en Moussin maakt dat allemaal niet uit, want zij moeten vandaag vooral opruimen. Zo direct heb ik mensen die komen schoonmaken en zo, noem maar op. Dan kan ik misschien over 2 dagen weer verder. Ik ben bezig om alles weer een plekje te geven en wassen en schoonmaken. Maar we zijn er. We zijn er.